Je hebt er weer een nieuwe single. Ja, ik heb een nieuwe single weer. Ja, ja, werd wel tijd solo. Dus, het heeft een jaar geduurd en hard aan gewerkt. En nou is hij er, ademloos. Hoe komt het dat het zo lang heeft geduurd? Er zijn wat dingen gebeurd die ik even een plekje moest geven. Het klinkt allemaal weer heel filosofisch, is niet de bedoeling. Maar ik ben erg op weg naar mezelf. Alsof ik mezelf niet ken. Ik ken mezelf wel. Maar ik wilde wat rustiger worden en wat meer weten wat ik wilde. Onrust werkt niet in dit vak. En dat is me gelukt het afgelopen jaar. En daarbij is toen de samenwerking gestart met Emiel. En Emiel is iemand die ook niet over één nacht ijs gaat. Dus die is helemaal gaan uitpuzzelen. Wie is Sascha? Wat wil Sascha? Wat heeft ze gedaan? Wat kan ze? En daar was ademloos. Dus daar hebben we wel een jaar de tijd voor nodig gehad. Ja, dan de vervolgvraag. Wat wil Sascha eigenlijk? Ja, wat wil ik? Nou ja, dat vroeg Emiel me ook. En uiteindelijk heb ik in alle eerlijkheid gezegd dat ik echt nog heel graag wil doorbreken. In Nederland is dat heel vreemd als je dat zegt. Ik wil niet doorbreken zozeer om de bekendheid. Maar ik wil dat meer Nederlanders weten wie ik ben. Nou ja, daar moet je voor doorbreken. Toen zei Emiel, dan moeten we wel een ander pad gaan bewandelen. Iets nieuws, iets anders. Jij moet rustiger worden, heeft hij uiteindelijk ook tegen me gezegd. Ja, en dat bij elkaar genomen hebben we dus nu ademloos. En ik denk dat dit het pad is waar ik al jaren naar zoek. Dus hier wil ik op blijven wandelen. Je zei al, het is de eerste samenwerking met Emiel. Emiel staat er wel bekend over het levenslied. Dat er dus ergens een boodschap nog in zit. Wat is hij hier? De boodschap in Ademloos is dat de liefde een beetje ongrijpbaar is. En dat het op je afkomt wanneer het zo moet zijn. Dat je erachteraan kan blijven rennen, maar dat het nutteloos is. Dat liefde pijn doet, dat liefde mooi is. Daar gaat het liedje over. Hij staat inderdaad bekend om het volkse. Ik ben niet echt een volkszangeres. Ik ben meer pop. En wat je in Ademloos terug hoort is een beetje die popsound. Ook een beetje de Duitse sound. Ik ben een enorme fan van Helene Fischer. En ik volg haar al jaren. En wat zij doet in Duitsland, dat vind ik echt, ja, daar kijk ik wel heel erg tegenop. En dat is een beetje vermengd in Ademloos. En ik denk dat het heel goed gelukt is dat Emiel en Norris Paridar dat wel voor elkaar hebben gekregen.